Het zag er allemaal zo mooi uit voor de Europese aandelenmarkt vorig jaar, maar het draaide voor beleggers op een teleurstelling uit. Veelal toegeschreven aan de negatieve uitslag in de Duitse verkiezingen, de kleinere rol van de technologiesector in Europa vergeleken met Amerika en de sterke euro. Ziet het er nu relatief beter uit voor beleggers in Europese aandelen? Nou ons multi asset team denkt van wel. Zelfs als we over het algemeen overal meer volatiliteit kunnen verwachten, zoals ik laatst al zei. Dat de technologie sector kleiner is in Europa dan in Amerika blijft natuurlijk een structurele handicap. Maar er zijn andere redenen dat de Europese aandelenmarkten de concurrentie niet achter hoeven te blijven. De waarderingen van aandelen zijn bescheiden en de verhouding tussen Europese en Amerikaanse aandelenwaarderingen Zit op een tienjarig dieptepunt. Dus in risk-on-fases is er genoeg ruimte voor Europese aandelenprijzen om te stijgen. Bovendien zijn de winstvooruitzichten in Europa gunstig. Voor het eerst in zes maanden stellen de analisten hun prognoses naar boven bij. Ze voorspellen nu dat bedrijven het beter gaan doen dan aanvankelijk verwacht. Groei in de kredietverlening helpt ook. In plaats van hun balansen te repareren ten gevolge van de financiële crisis, kunnen banken zich nu steeds meer gaan richten op alledaagse activiteiten? Ze hebben steeds minder achterstallige leningen uitstaan en hoeven daar dus minder kapitaal voor opzij te zetten. Europa is kredietgevoeliger dan de Verenigde Staten. Dus groei in de kredietverlening is goed nieuws voor zowel de economie als de ondernemingswinsten. De aandelenmarkt profiteert ook van directere steun. Voor het eerst in twee jaar. Zien we weer groei in het aantal aandelen dat bedrijven zelf terugkopen in Europa? Zolang de economische groei en de kredietverlening positief blijven en balansen gezond, is er geen reden om hier een verandering in te verwachten. De grote vraag is natuurlijk hoe de euro dit mooie plaatje beïnvloedt na de stijging van vorig jaar. Wat hier belangrijk bij is, is dat de markten al vroeg veranderingen inprijzen. Zowel in de VS als in Europa wordt een strakker monetair beleid ingeprijsd lang voordat dat een realiteit wordt. Bijvoorbeeld in de VS in 2014 tot 2016 en in Europa vorig jaar. Omdat het de volgend jaar de rentevoeten verder zal verhogen, is het waarschijnlijk dat de druk op de euro wat zal afnemen. En dit is in de laatste weken al wel wat gebleken. Wat we hiervan kunnen leren is hoe belangrijk het is om te analyseren hoe verschillende beleggingscategorieën presteren in de verschillende fases van de economische cyclus. Om in een vroege herstelfase van een land of gebied te investeren zijn wisselkoersen vaak de beste methode. Maar als het herstel wortel schiet, kan het aantrekkelijker zijn om in aandelen over te stappen. de euro hoeft daarbij geen struikelblok te zijn. Tussen 2004 en 2007 bijvoorbeeld, hebben Europese aandelenmarkten het ook beter gedaan ondanks een stijgende euro. Met zo'n brede steun in de vorm van marktwaarderingen, economische factoren en technische invloeden zoals de aandelen -buybacks, kunnen de Europese aandelenmarkten niet afgeschreven worden.